de generale voor Volendam. Want komend weekend beginnen de play-offs in de keukenkampioendivisie. Dit is Veldhuis. Die wordt geduwd. Geen overtreding. En Elazouzi. Na ruim een uur spelen de voorsprong voor Volendam. Dat niet groots loopt te voetballen in deze wedstrijd. De laatste 5 wedstrijden 4 gewonnen, 1 keer gelijk Volendam. En ook Jong AZ wist de laatste weken af en toe te winnen. Dan in de tweede helft. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. De bal gespeeld. Had zomaar een rode kaart kunnen zijn. Maar dit is geen overtreding volgens scheidsrechter Vos van doelman Lauwers. Jong AZ zeker niet minder dan Volendam. Krijgt weer een mogelijkheid. Poku, de invaller. Poku glijdt uit. Krijgt de bal wel bij Sedlacek en die scoort de gelijkmaker. De verdiende gelijkmaker, want in de eerste helft liet Jong AZ wat kansen onbenut. Volendam oogt een beetje ongeïnspireerd en daar profiteert dus Jong AZ van. Via deze goal van Sedlacek 1-1. En zit er dan nog meer in het vat voor de ploeg van trainer Michel Vonk. Een vrije trap voor Volendam en het is 2-1. Jim Beers scoort zijn eerste goal in het betaalde voetbal. Een kopbal. Omdat Westerveld net een stapje te veel naar voren maakt. En daardoor niet meer bij de bal kan. En zo wint dus Volendam de laatste competitiewedstrijd. Met 2-1 van AZ.